Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we eens gaan kijken hoe dat zit met de tweelingvlammen die in scheiding zijn en wel in communicatie zijn. Dus wat dat daar gaande is. Dan hebben we een kaart voor de mannelijke energie. Oké, deze. Deze dus. Staat er op messages en een open mind. En dan een kaart voor de vrouwelijke energie. Dat zijn er drie dus. Dat zijn er te veel. En dan Empress Development. Growth, Abundance, Productivity. Oh, zie hoe mooi, ik weet niet meer dat ik kan zien zo. Dezelfde kleur en dezelfde energie. En hier heb je 3, hier is er 4. Dus samen die 13, ook weer die spiegeling. 313 is misschien voor sommigen ook een belangrijk teken. Maar dus wat je ziet, is dat de mannelijke energie op dit moment leert om een stuk los te komen van hun logische mind, omdat ze eigenlijk vanuit de vervormde mannelijke energie er altijd veel te veel controle wilden houden en leren nu om veel meer die open mind te houden. Waarom? Omdat ze geleerd hebben, en je ziet het bij de Empress, dus bij de vrouwelijke energie, dat dat eigenlijk ook wel werkt, intappen op die intuïtie en die intuïtie volgen en de leiding van de gidsen en dergelijke volgen, in plaats van te luisteren wat er allemaal gezegd werd door wetenschap, door andere zogenaamde experts, maar dus leert de mannelijke energie om daar binnen te komen. Dus dat is op dit moment zijn grootste schaduw, of wat het meeste mee bezig is. En de vrouwelijke energie is eigenlijk ook gefocust op groei, gefocust op haar, eigenlijk misschien zelfs haar mannelijke kant, maar eigenlijk op het aantrekken van overvloed vanuit haar vrouwelijke energie, dus vanuit die overgave. En vanuit het, ja, ik kan dat niet kunnen veranderen met licht, ja, dat is wat maakt niet uit. Om van daaruit dan het leven eigenlijk te kunnen manifesteren dat ze willen manifesteren. En we gaan eens kijken wat dat de boodschappen zijn. Er is blijkbaar heel veel dat er wel gezegd worden. Ik ga dat proberen weer mooi samen te nemen. Er is wat chaos in de communicatie, merk ik. Oké. Wat wil de mannelijke energie van de tweelingvlammen die gescheiden zijn, maar dat er wel communicatie is? Dus met andere woorden, jullie zijn niet fysiek samen. I feel like I don't deserve your love. I'm worried you will leave me when you see who I really am. Dus de mannelijke energie is eigenlijk een stukje bang om zijn ware aard echt te gaan tonen. Omdat hij ziet de kracht van deze connectie. Hij ziet hoe speciaal het is. Maar vanuit verschillende patronen en dynamieken uit verleden en dus wonden. En dus door het feit dat hij jou ziet als de geascendeerde versie van jezelf, ook al zie je dat zelf niet, maakt ervoor dat er bij hen heel veel wonden getriggerd worden, waardoor dat ze geneigd zijn om zich terug te trekken. Waardoor dat ze soms liever niet helemaal in de connectie komen, want het niet hebben of nooit gehad hebben is beter dan het te verliezen nadat je het gehad hebt. Dat is niet geen waarheid natuurlijk, maar dat is hoe dat de mannelijke energieën in de hen denken. Communicatie. I will contact you when I'm able to. Right now, my life is too complicated to bring you into it. But know that I do want to talk to you. Ja, en dat is wat ik daarnet ook voelde. Dat met die kaarten, dat ze zo wat chaos waren. De mannelijke energie in deze connectie wil echt ook wel communiceren. Je ziet er ook wel die koffer. Dus wil ook wel naar jou komen. Wil met jou verder gaan. Wil ook in het fysieke dingen gaan opbouwen. Je ziet er ook airmail, dus ook verwijzen naar vluchten of oceanen of verschillende landen en dergelijke. Maar ook daar beschermt de mannelijke energie, eigenlijk de vrouwelijke energie, van al de shit en de ballast die nog in
zijn leven gaande is. En dat kan misschien zijn dat je zelf zoiets hebt, of dat de vrouwelijke zoiets heeft van, ja, maar ja, we zitten daar samen in, we gaan dat samen overwinnen. Maar de mannelijke energie waardeert de vrouwelijke energie zo hard, dat ze dus eigenlijk dergelijke keuzes en beslissingen maken. Uit bescherming. Wat wil de mannelijke energie nog meer vertellen? I feel abandoned. I often feel like others let me down. Dit gaat niet over jou. Dus dit is geen boodschap naar de vrouwelijke energie. Als je de vrouwelijke energie bent, die kijkt natuurlijk. Dit gaat over het stuk waarin dat de mannelijke energie ontgoocheld is in de maatschappij. Zeker nu ook, ga je zien door de evenementen, dat de mannelijke energieën, de geheelde, of degenen die aan het healen zijn, diep ontgoochelingen zullen ervaren en voelen met betrekking tot de maatschappij. Ook ten aanzien van de communities, de families waar ze in leven en verder. Dus begrijp op dat moment dat de mannelijke energie dan eigenlijk ook echt die ruimte nodig heeft om... Maite, ik ben bezig om daar verder dieper in te gaan. En om echt bij zichzelf te gaan voelen en te gaan kijken. En je ziet ook hier, karmic ties, dus I'm feeling controlled by people around me and I don't like it. It's pushing me to find my power again. Dat is hetgeen wat er ook gebeurd is nu. Niet alleen door het feit dat mijn dochter mij riep. Maar eigenlijk wat er ook gebeurt met de mannelijke energie. Ze worden constant van hier naar daar getrokken. Waardoor dat ze eigenlijk de verbinding met zichzelf en dus sowieso met de vrouwelijke energie wat gaan verliezen. Wat is de boodschap van de vrouwelijke energie in deze connectie naar de mannelijke energie? You are my true love, my heart and my soul. En dat is eigenlijk ook mooi dat dat hieruit komt. Het is inderdaad ook vaak de vrouwelijke energie die heel standvastig is in die liefde. En die dat ook regelmatig ook die reassurance zijn ze in, hoe zeggen in het Nederlands... de mannelijke energie eindigt er gewoon van verzekeren van, ja, maar ik ben hier nog altijd, ongeacht wat er gaande is, ongeacht hoeveel keer dat je van mij wegloopt, hoeveel keer dat je van jezelf wegloopt. Vrouwelijke energie. I have been so grounded all my life, it's hard for me to trust the spiritual elements of our connection, yet I can't deny this, they exist. Dus dit wil ook zeggen dat de vrouwelijke energie, zeker in het begin, of zeker totdat er niet voldoende communicatie is, of geen stabiele communicatie is, dat de vrouwelijke energie nog heel vaak gaat gaan twijfelen. En dat is eigenlijk niet voldoende altijd vertrouwd in alles wat ze zelf voelt en ervaart, om te weten dat ze op het juiste pad is, om te weten dat ze de juiste dingen doet, om te weten dat hetgeen wat ze voelt, of zelfs hoort wanneer het gaat over telepathische communicatie, dat inderdaad correct is. En communicatie... I wish I could say what I really feel. Someday I will, but right now I'm afraid to be myself. Ziet hoe dat ook weer gespiegeld is. Want dat is ook hetgeen dat hij, de mannelijke energie, ook zelf hier zegt. Van, I'm worried, ik ben bezorgd dat je gaat weggaan als ik mijn ware zelf toon. En hier zegt de vrouwelijke energie, ik ben bezorgd en eigenlijk bang om mezelf te zijn. En om vanuit die essentie van mezelf met jou te communiceren. En geloof mij... Hoe meer hij dat gaat doen en hoe meer hij als vrouwelijke energie echt, maar dus wel vanuit liefde, dus niet vanuit de wrok of ik ga je nu nog meer kwetsen of wat dan ook. Nee, zeker niet. Maar dus vanuit die liefde en vanuit dat licht gaat gaan communiceren, hoe meer dat ook de mannelijke energie het vertrouwen gaat geven om hetzelfde te gaan doen. Want het is een spiegelziel. Het spiegelt zich altijd. Ook wanneer het niet altijd ziet. Dus dat is heel belangrijk om te begrijpen en om te beseffen. Ik zie het jammer genoeg vaak, ook in mijn connectie, zelfs tot op stukken van rond financiële zaken bijvoorbeeld. Als ik plots enorme kosten heb, ooit was er eens iets dat ik aan het bekeken was om te investeren. En dat exactzelfde bedrag was ook het bedrag dat mijn tweelingvlam op dat moment nodig had voor iets anders. Dus zo zie je maar, zelfs tot op dat punt, en ook, ja, ook op rond dingen waar je... zin hebt om te eten, heel vaak dat we eigenlijk hetzelfde hebben gegeten op dezelfde dag, ook al wisten we het niet van elkaar. Om maar een heel simpel voorbeeld te geven. En de vrouwelijke energie en de mannelijke energie.
I watch you on social media and the internet. It's my way of staying close and finding out more about you. Ja, dat is inderdaad een heel voorkomend, een heel vaak voorkomend issue of ding. Waarbij dat de vrouwelijke energie eigenlijk probeert de hand te houden op wat dat de mannelijke energie mee bezig is. En dat is eigenlijk een stukje vanuit willen controleren, willen voorspellen wanneer dat ze komen, willen weten van, is dat wel mijn tweelingplan? Is die wel zo toegewijd als dat hij zegt? Klopt dat wel? Hè? Hetgeen dat we hier ook gezegd zijn, klopt dat wel? Hetgeen wat ik voel, is dat wel correct met de waarheid? En dat is het probleem en het gevaar, dat je eigenlijk jezelf daarmee een stukje verder afleidt van de essentie. Het gaat altijd in eerste instantie om je eigen groei, je eigen eenheid te vinden. En je mannelijke en vrouwelijke energieën, dat ga je weerspiegeld zien bij jouw echte tweelingvlam. En van daaruit kan je dan weer verder en gaan healen. En begrijp ook dat tweelingvlammen samenkomen, touch en weer go, touch en go, touch en go. En die momenten waarop je samen blijft, gaan altijd iets langer blijven. Waarom? Omdat jullie meer en meer gewoon raken aan elkaars energie. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat.